We zijn 's ochtends hebben we een hersteltraining gedaan. Een aantal jongens zijn naar het veld geweest, hebben wat extra gedaan. Een aantal jongens zijn in het zwembad geweest, in de gym. Herstelwerkzaamheden gedaan. Toen zijn we daarna naar Kamp Westerbork geweest. Hebben we bezoek gebracht. Veel jongens zijn daar nog nooit geweest. Dus het was goed om daar, toch ook deze regio, om daar geweest te zijn. Rondleiding gehad van een gids daar. En in de middag zijn we wezen racen op het circuit van Assen. Dus ja, eigenlijk twee hele verschillende uitersten natuurlijk. 'S Ochtends super serieus en prachtig. En 's middags een stuk fun en ook een stuk ontspanning. Nog één wedstrijd te gaan en ik heb er alle vertrouwen in dat ik die wedstrijd gewoon ga scoren. Het is toch wel wat. Je speelt voor je land met de beste spelers van Nederland om je heen. En ja, daar komt wel een bepaald trots gevoel bij kijken. Ik heb er een heel goed gevoel over, maar ik heb ook geleerd in het voetbal dat het niet altijd wat zegt. Dat je soms een slecht gevoel hebt en dat het goed kan lopen. Maar het lijkt mij, een beter gevoel hebben lijkt me altijd beter. Dus dat gevoel is goed. Boys, ik heb niet de illusie dat ik jullie nog nieuwe dingen ga vertellen. Dus ik ga er vrij snel doorheen. Als er nou toch nog onduidelijkheden zijn, dan hoop ik dat je even me aanschiet. Dan zal ik het nog even herhalen. Maar volgens mij is alles wat je hier gaat zien, is bekend. Spanje speelt erg goed positiespel. We hebben in de beelden gezien. Meeste variatie aan hun rechterkant. Dus over onze linkerkant. Dus de onderlinge afstanden zullen heel belangrijk zijn. Die moeten kloppen. En een beetje druk is niet genoeg. Als je druk vooruit zet, zul je het vol overtuiging moeten doen, zul je in duels moeten komen. Ga ze vermoorden. Daar bedoel ik mee, laat ze achter jou aanlopen. Geen buitenspeler die denkt, die ziet Mitchell alweer staan, die ziet Lucherelle alweer staan, die denkt, godverdomme, ik moet er achteraan. Ga aan de bak met ze. Dat betekent niet dat Mitchell de hele wedstrijd voorin moet staan, nee, die moet ook weer terug. Ja? Lucherelle moet ook weer terug. Ga aan de slag met die gasten. Vinden ze niet leuk. Nou, ze doen alles om te winnen. De trucendoos gaat open. Hier zitten ook geen groentjes meer. Hier zitten ook spelers die EK's gespeeld hebben. Die volwassen kerels aan het worden zijn. Dus ik ben niet zo bang voor die trucendoos. Ik denk dat wij het op een rijtje hebben. Boys, weet hoe belangrijk het is om je persoonlijke duels te winnen. Dan kom je in die wedstrijd. Op het moment dat je je duels wint, je gaat je tweede ballen oppikken, dan gaan wij het initiatief pakken. En praat met elkaar, jongens. Communiceer met elkaar over waar liggen oplossingen. Waar liggen eventueel nog kleine probleempjes. En ga vooral genieten met elkaar, jongens. Hey, dit is waar we het hele jaar voor geknokt hebben. Om hier nu te staan en ons te kwalificeren voor het EK. Dat gaan we doen ook. Oké, zijn we klaar, boys? Kom aan, hoppakee, actie! Je bent te ver, je bent te ver! Kom, Luc! Oplossingen vooruit! Deschamps, het is te groot, hoor! Mo, gaat dat in het middenveld spelen, Mo? Door, Ludo! Door, Ludo! Je hoeft niet hier te staan! Hey, referee! Tik!
verder. Die bal is prima, maar hij heeft alle ruimte om weg te draaien. Hij ziet, als je hem ziet komen, dan is het even versnellen, is hij weg. Draait hij zo naar voren, Martijn. Hou hem hier, hou hem hier. Breed of terug? Dat is dan je veilige keuze. En dan komen ze, zetten ze je onder druk. Terwijl als je scherp bent, voordat je de bal... Er zijn spelers in duel, die bal valt bij jou, je weet het al. En dan kun je gelijk de vrije mensen vinden vooruit. Dan moeten zij achteruit. Als je in staat bent om ook in die tweede helft tempo wat uit de wedstrijd te halen, ja, dan is dat dan voor ons, de klok tikt in ons voordeel. Ja? Wat je dus niet moet doen, is als je denkt tempo eruit te halen, is traag gaan spelen, is achteruit gaan spelen. Dat is dus wat we niet bedoelen met tempo eruit halen. Tempo eruit halen, bal is uit, neem even je tijd. We gaan het initiatief pakken, we gaan ze vastzetten als dat kan, we gaan compact spelen als het moet. En dan gaan we die 1-0 maken, dan gaan we die goal maken. Kijk om je schouder, man! Wout over je schouder! Hey boys, we hebben iets nodig, hè? Ryan, we hebben iets nodig, hè? Sterk zijn, sterk zijn! Sterk zijn! Sterk! We hebben vooral organisatie nodig. Ja. Ja? Ruimtes klein houden, van daaruit in duels komen, mensen neerzetten, constant praten. Ja? Met de tweede bal! Meedoen op de tweede bal! Godverdomme! Jurgen, kom uit! Jurgen, klaarmaken! Kom uit! Twee spitsen, jij erachter! Ja, go! Hey! Ach, man, helemaal niks aan de hand, man. Kom, kom! Kom, Saka! Kom, Ryan! Duel afgaan! De bal zit er... Altijd mijn woorden klaar, jongens, maar ik heb ze nu niet klaar. Wat een ongelofelijke teleurstelling. Godverdomme, wat waren we dichtbij. En het was niet goed genoeg. Ik had eigenlijk een verhaal willen houden waarin we het konden hebben over... Hoe gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden met een fantastische ploeg voor het EK? Maar dat wordt een ander verhaal. We hebben niet ons beste spel gespeeld vandaag. En daar zit voor mij de grootste teleurstelling. Volgens mij kunnen wij beter dan dat we vandaag hebben laten zien. En waar zit voor mij dan de sleutel vandaag? Het zit vooral in balbezit, wat mij betreft. Daar hebben we te zenuwachtig gespeeld, zijn we niet onszelf geweest. En wat dan precies de reden is, zij dat heel goed gedaan hebben in het druk zetten, dat wij toch iets te vaak terug en breed gespeeld hebben en te weinig naar voren gespeeld. Nou ja, laat het even in het midden. Het was gewoon niet goed genoeg. Zij hebben dat beter gedaan. En dit hoort ook bij weer verder. Een grote teleurstelling. En daar weer dingen uitpakken. En daar worden we ook weer sterker van. Daar word ik sterker van, daar worden jullie sterker van. Al is dat nu, ja, dat wil je nu niet horen. Je wil nu alleen maar wegduiken. Maar we zullen als kerels zullen we hier naar buiten moeten. En neem deze ervaring mee, jongens. Neem deze ervaring mee in je rugtas. En ga hem gebruiken naar de toekomst toe.
voordat je weggaat, zeg even iedereen gedag. En dan heel veel succes, jongens, met de volgende dingen die gaan komen. Yes? Oké. Okay. Dit is waar je naartoe werkt het hele seizoen. Om de elite ronde eerst te worden in de pool en door te gaan naar het EK. Daar speel je dan voor. We hebben 2 wedstrijden goed gedaan. En uiteindelijk wordt dan de laatste beslist. En dan merk je dat, dat het toch niet zo, dat het niet echt lekker liep. En dan uiteindelijk komt dat in een nederlaag in de boeken te staan. We hebben er alles aan gedaan om het naar ons toe te trekken. Ik denk dat we in de eerste 2 wedstrijden gedaan hebben wat we moesten doen. En vandaag was het gewoon niet goed genoeg. Waren we als team niet goed genoeg om van dit Spanje te winnen of een gelijkspel uit te slepen. Het is natuurlijk super zuur dat het in de allerlaatste minuut gebeurt. Want je hoopt hem dan een beetje tegen de verhouding in. Het zal niet de eerste wedstrijd zijn die tegen de verhouding in eruit gesleept wordt. Daar hoop je dan op. Dan valt hij toch. Dan kan je niet anders voelen dan dat zo'n week natuurlijk in een teleurstelling eindigt. Het eindigt slecht, maar het begon goed. We hebben een leuke groep, die band is ook een sterker geworden met z'n allen. We hebben goede dingen laten zien. Dit is weer een leermoment. Wat ik zeg, goede dingen, slechte dingen. De goede dingen moet je maar meenemen en proberen van de slechtere dingen te leren. Kijk, nu overheerst vooral de teleurstelling. En is het even flink op je lip bijten en die teleurstelling wegslikken. Maar natuurlijk is er ook toekomst. En zitten hier gewoon heel veel talentvolle spelers in die en bij clubs volgende stappen gaan maken. Maar ook als international zich door gaan ontwikkelen. En nu is dit jaar afgelopen. Dat is dan ook ineens heel resoluut. Je zou je of voorbereiden voor een EK, maar nu is het afgelopen. En dan is het doorkijken naar volgend jaar. En bij de verschillende teams, soms onder 19, voor sommigen die gaan door naar onder 20, misschien Jong Oranje. Ja, gaan er ook weer hele mooie uitdagingen komen. Dus nu is teleurstelling groot. Natuurlijk is er toekomst.